Dankjewel. Mijn motivatie is vooral vanuit mezelf. Ik doe veel sport en ik zag het ook op tv, dus ik dacht, dat kan ik ook. En daarom heb ik mijn eigen ingeschreven. Jij vertelde me dat je bij de U23 zat van het veldrijden. Ja. Wil je graag meten met andere veldrijders die hier hebben? Ja, zeker. Dat zou heel tof zijn. Mannen zoals Thibaut Nijs of zo. Die is wel een beetje jonger dan mij, maar daar zou ik me wel mee moeten kunnen meten. Ja, hoe zijn jouw resultaten in een rechtstreeks duel met Thibaut Nijs tot nu toe al geweest? We hebben nog niet veel duels betwist. Zaterdag hebben we er één gedaan en dat was hij net voor mij. Maar voor de rest, ja, we zien in de toekomst wel. Ja, laat ons afwachten wat de tijden tegen elkaar zeggen. Ja, Jullie gaan zeker en binnenkort best. wel een rechtstreeks duel beginnen. Zeker en Ik best. hoop alles binnen waar jij zelf extra wilt presteren praten met Luc Mietsen natuurlijk. Het lopen, daar ben ik meestal ook wel goed in. En voor de rest, ja, voor de rest is het een beetje nieuw, alle disciplines. Dus we zullen zien. Bij de monkey bars, je hebt nogal een grote gestalte. Denk je dat Ja. het wenselijk is om met de twee bars tegelijk te nemen? Misschien wel, ondanks mijn lange armen kan ik dat misschien wel doen. We zullen. We houden het in de gaten. Ja. Je mag naar binnen gaan.
stuk klaar en dan gaan we schieten. Dat is heel eerlijk. Okay. Goed. Wel pak een kogeltje. Je ziet daar de bovenkant. Hè. Ja. Dus dat maar het een en ander loopje. Zo. Boom. Gewoon nu. 5 graden. Voilà. Hier heb je vizier. Een beetje dat er zo op een afstand zit. Je klikt meestal met kaartje hier. Ja. Ja. Dat zal zo een beetje zoeken. Hoe ging je graag contact met de vloer? Je mag niet voorbij deze lijn. Goed. De trekker is heel de vloer. Dus ja. Kom pas aan. Pak 5 keer schieten. Dat is mijn naam. Gewoon 5 keer schieten en vooruit. 5 keer schieten in 2 minuten tijd. En je tijd. Nu. Laat het maar. Voor 20 seconden dus. Moet je niet schoeien. Oh, ja, zit goed. Dat is wat het is. Benchpress. Heb je ervaring met benchpress? Ja, een beetje niet veel. Ja, we gaan wel beginnen op dit moment. Lichter, dacht ik. Maar 20 kilo plus de bar 25 kilo. Ja, 50 gaan we. Nee. Maar dat is 50, ja, goed. Gewoon 2 keer 25. Dus hoe ga jij joh? Of ja, moet dat hebben jou geschat. 25, ja. Dat is al 10. Nog eens 10? Ja, ja, 10, 10 en 5. Maar eigenlijk is de bar er ook nog bij. Die hebben we nu eigenlijk al wel niet al steeds niet meer gehad. Dus dat is goed zo. Dus nu is het 50. Ja, nu is het 50 plus die bar. Maar ah. Dit staat er niet bij spieren in de regels. Ah, ja, het is maar het moet nu zo. Dus het is eigenlijk een beetje meer. Ja, het is eigenlijk een beetje meer. Goed, ik zal hem iets kunnen over doen. Ik heb hem maar onder. Wacht joh, we gaan die 5 eraf halen. Ja. Nu dat telt er niet mee. Goed, ik kan mij naar stuur stellen, dat moest niet lukken. Dit is 40 nu. Dit is 40 nu, ja. We kunnen nog altijd omhoog, hè. 3 pogingen. Goed, je ziet dat hij zo vasthaakt. Hè? Dus je duwt omhoog en je haakt hem eruit. Duwen en haakt tegelijkertijd. Ja. Gaat omhoog, hij gaat naar beneden bedoel ik, tegen je borst. Naar omhoog, 5 seconden houden. En dan is het van u. Goed. Doe maar, als ik klaar ben, mogen we doen. Okay. Dus duwen ondertussen, ja. Duwen. Ja, duwen. Het is ook zo'n beetje een techniek dat eraan is. Ja, voilà. Goed. Naar beneden eerst, niet te ver. Ja, eerst naar beneden. Ja, helemaal. Nee. Naar boven. Nee, ja, die gaat. Lichtjes paniek op u gezegd, hè, Chris. Shit. Ja, maar wat wil je doen? Een beetje minder. Die 10 hebben we
Goed. Oké. Dus nu is het 30? Nu is het wel 30 kilo inderdaad. Maar ik kan nu gewoon omhoog trekken en is dat een goed? Nee, nee, dat is nog een beetje te veel. Ik heb bij de anderen ook kritisch geweest. Dus goed bij jou. Doen. Ja, een beetje naar beneden. Nee, naar beneden. Ja, omhoog. Top. Kom, dat is de laatste keer nu. Ja, naar beneden. Ja, we moeten eigenlijk echt iets dieper zakken. 1, ja? 2, 3, 4, 5. Oké. Dat is oké. 30 kilo. Oh, precies, dat is weinig. Goed, geen probleem. Oh, we zijn bij de hond, dus ik ga ook fietsen. Ik laat me vertellen dat hij de fiets nog toch een ding wel is. Ja, ik ben er al gaan. Ja, voilà. Oké. Okay. Kijk, goed. Het is wel goed, zeg. Ook een hele thuismatje, hè? Ja. Hoe hoog te zijn? Zet hij nu maar op? Zet u goed vast? Ik zal ik u zaden wel van bijstaan dan. Ja. Ja, goed, schoenen aan het trekken. Oké, we zijn van de zadel nog wel omhoog, zeg ik. Ja. Dank u, dat is misschien een beetje veel. Ja, dat is ideaal. Ja, dat is ideaal. Ja, perfect. Ik ga eens even proberen. Ja, schoenen. Goed. Oké, ja, hier is uw weegstand. Hier. Nu zie je het niet, maar hier willen we dus naar 3.0, 3000 meter, hè, dan is het gedrukt 100 meter, 0,1, 0,2, 300 meter. Ja. Dus ja, dat is allemaal duidelijk. Dan u wat hier zien. Hier is uw weerstand. Ik wens niet dat ik hier veel aan moet bijdragen eigenlijk. Ja. Voilà. Oké, ik ga het aftellen, het is vertrekken. Hè. Dat is goed. 3, 2, 1, go! Ja,
volgens mij dat het snelste lopen was ofzo. Ja, wel, hè? Ja. Ik heb dat gelezen op de dingen. Wie het snelst had gelopen, won dan. Nee, dat stond in de regels van als het niks eco is, dan is diegene met de snelste looptijd. Hij zegt maar wat in de standaard komen. Maar hoe, wat al in de target is dat al? Maar hier wel vielen. Maar waar is het kans? Ongemeen spannende strijd. We zijn er niet komen op een ex-deco. Oké. Net als de vorige. Ja. Oké, dat is heel goed. Dat was ik dan. Oké. Zalig. Zalig, ja. Vooral heel hard afgezien. Alle disciplines waren heel zwaar. Het volgde snel op elkaar op. Dus ja, ik ben echt wel heel blij. Goh, ja, viel wel mee. Maar toch, alles kwam zo snel op elkaar dat er niet veel tijd was om te recupereren. Van het roeien naar het schieten. Mijn armen waren echt heel stijf nog van het roeien. En dat geweer vasthouden was echt heel moeilijk. Ja, eentje maar. Ja. Niet echt eigenlijk. Ik zat zo stuk op het einde dat het fietsen niet meer zo heel goed ging. Ja, ja. Ik heb eigenlijk vooral alles gezet op het lopen in het begin. En dan ja, de rest gewoon op automatische piloot. Ja, dat ben ik niet. Maar het bord vasthouden wordt al moeilijk. Zalig. Ja, inderdaad. Merci.